Open uw Bijbel bij het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, vers 1. De preek van vandaag gaat over de gelijkenis van de verloren schaap. Hoewel de Heer Jezus het over schapen heeft, heeft hij eigenlijk mensen op het oog. En in het bijzonder heeft hij twee groepen mensen op het oog. In de ene groep zijn tollenaars en zondaars, en in de andere groep zijn schriftgeleerden en fariseeën. Laten we luisteren naar wat God in deze gelijkenis van het verloren schaap zegt over de tollenaars en zondaars. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de honderd schapen en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering van nodig hebben. Is het niet verbazendwekkend hoe de Heere Jezus tollenaars en zondaars aantrok? Ze voelden zich aangetrokken tot Jezus. Ze waren verstoten in hun eigen maatschappij. Hun mede-Joden brandmerkten hen als ongeneeslijk zondig, verdienende de hel, en waren op weg naar de hel. En zo ontving geen genade van de schriftgeleerden en fariseeën. Maar van Jezus ontvingen ze zo'n veroordeling niet. Het betekent niet dat Jezus hun zonde goedkeurde, maar bij Jezus vonden ze genade. Bij Jezus ontdekten ze dat er een nieuw leven mogelijk was. Iets soortgelijks gebeurt vandaag de dag wanneer mensen als alcoholisten worden gebrandmerkt. Ze worden behandeld alsof ze fysiek ziek zijn en een ongeneeslijke ziekte hebben. Alcoholisme. Nou, als de ziekte ongeneeslijk is, hebben ze geen hoop om er ooit van te genezen. Maar God noemt het geen ziekte. God zegt dat het zonde is. Het is een vreselijke zonde en je kunt ermee stoppen. Er is hoop voor zondaars. Je kunt ervan genezen worden. Dat is het evangelie. De Heer Jezus Christus kan je redden van je zonde. Onze God heeft behagen in genade. En God de Heilige Geest kan je een nieuw hart geven, zodat je die zonde niet meer verlangt. Dat is de hoop voor zondaars. Maar wist je dat er nog een andere reden is waarom de Heer Jezus zo vaak omringd werd door tollenaars en zondaars? Het is waar dat ze genade bij hem vonden, maar Jezus liet zien dat zulke genade alleen komt tot hen die beseffen dat ze ernstige zondaars zijn en geen kleine zondaars. Natuurlijk vertegenwoordigt de man in de gelijkenis van de Heer Jezus Christus het verloren schaap, vertegenwoordigt ieder van ons voor onze redding. Maar van de vele vragen die we zouden kunnen stellen, zou de eerste moeten zijn: hoe kan het dat iemand van ons verdwaald kan raken? Hoe kan het
dat niemand van ons daadwerkelijk de weg terug naar huis kon vinden. Het antwoord dat de Bijbel geeft is dat wij allemaal zondigen in Adam toen Adam in opstand kwam tegen God en Adam de hele mensheid in slavernij van de zonde bracht. We konden onze weg terug naar God niet vinden, omdat we allemaal geboren zijn als vrijwillige slaven van Satan. Als God de zondaar niet achtervolgt, zal de zondaar nooit tot God komen. Daarom moet God bepaalde mensen uitkiezen voor redding, anders zal er niemand gered worden. Om iemand te redden moet God eerst het probleem van zonde in die persoon aanpakken. God moet een vervanger voor die persoon voorzien. Daarom zegt God in Jesaja 53 vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. We keren ons en ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het is waar dat iedereen van het menselijke ras is afgedwaald. God zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar in Jesaja 53 spreekt God niet over iedereen in de hele wereld. God legde niet de zonden van alle mensen in de wereld op de Heere Jezus, maar alleen de ongerechtigheid van ons allen. Wat betekent de zonden van ons allen die de Heere Jezus kwam redden? Wat betekent alle uitverkorenen? Wij werden allemaal geboren als verloren schapen in deze wereld, waar Satan de prins is van de macht in de lucht. En wij komen er allemaal vroeg of laat achter dat wij verloren zondaars zijn die een redder nodig hebben. En God zorgt ervoor dat wij allemaal vroeg of laat tot de Heer Jezus getrokken zullen worden, totdat ons aantal compleet is. Lees nu de brief aan de Galaten, Galaten 3 vers 13. De 100 schapen zijn een beeld van de complete set van alle uitverkorenen van God. Het principe dat God ons hier in deze gelijkenis leert is: niet één van hen zal verloren blijven. Zij zullen allemaal gevonden worden. God heeft zichzelf toegewijd om allen te redden die in het boek des levens van het Lam geschreven stonden voor de grondlegging van de wereld. Hoe is deze nu verloren gegaan? En hoe is hij gevonden? God zegt in Matteüs 18 vers 12, wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten, op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken? Al onze schapen zijn afgedwaald. Wij zijn afgedwaald in Adam. En wij zijn afgedwaald vanaf de dag dat we geboren werden. Maar laten we dit duidelijk maken. Dit schaap vertegenwoordigt geen schaap dat werd gevonden en weer verloren ging. En weer werd gevonden. Met andere woorden, dit schaap vertegenwoordigt geen afvallige. Dit schaap vertegenwoordigt geen persoon die gered werd en toen afdwaalde van het geloof en toen weer werd gered. Oh nee, er zijn geen afvalligen in het koninkrijk van God. De Bijbel leert dat de heiligen zullen volharden in het geloof. Als u merkt dat u momenteel een leven leidt dat ver van God is, dan bent u nooit gered. Dat is voor velen een verrassing, maar dit is wat de Bijbel leert. En hoe werd dit schaap gevonden? 1.
De herder moet zelf zoeken naar datgene dat afgedwaald is. De herder moet in deze door zonde vervloekte wereld komen. De herder moet een menselijke natuur aannemen. De herder moet onderworpen zijn aan de wetten van God voor de mensheid. De herder moet alle zonden van ieder van zijn schapen opzoeken. Die zonden op zich nemen en het aan het kruis onderworpen zijn aan de toorn van God voor al die zonden. Dat is de grote genade van God. En daarom lezen we in Galaten 3, vers 13 en 14. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Voordat we gered werden, waren we vijandig tegenover God. Christus kwam om ons op deze manier met God te verzoenen. Daarom hebben de heiligen vrede met God en zijn ze niet bang voor God te staan als dit lichaam sterft. Jezus roept hen bij hun naam. Kijk met mij mee naar het evangelie volgens Johannes 10, vers 3. We weten allemaal dat Jezus aan het kruis stierf om zijn volk te redden. Maar dat was bijna 2000 jaar geleden. Wat deed de Heer Jezus in de 20ste eeuw om ons te vinden en ons uit deze slechte wereld te trekken? In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, zegt Jezus dat hij de goede herder is, die kwam om zijn schapen op te zoeken. Jezus zei tot hen in Johannes 10, vers 3, deze doet de deur wachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Lees nu zorgvuldig wat God heeft geschreven. Er staat niet, hij roept de schapen bij hun naam, maar er staat, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Zijn eigen schapen waren zij die door hem, door de Vader van alle eeuwigheid waren gegeven. En als hij ze roept, moeten al deze schapen tot hem komen, want er staat geschreven, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Deze schapen zijn alle verloren schapen van het huis Israëls. En ze zullen allemaal gevonden worden. Als de Heer Jezus spreekt over de verloren schapen van het huis Israëls, spreekt hij niet over de Joden, maar hij spreekt over alle uitverkorenen, bedoeld alle schapen die tot hem, tot zijn huisgezin behoren. Omdat Christus het Israël is waarna dit verwijst. Christus is de heilige Israëls. Toen de ongelovigen, tegen ongelovigen zegt de Heere Jezus in vers 26, maar gij gelooft niet, omdat gij niet van mijn schapen zijt. Is dat niet opwendend? De Heere Jezus kent onze naam. Hij roept ons persoonlijk één voor één uit de kudde waar we op waren en neemt ons op in zijn kudde. Heb je zijn roep gehoord? De schapen, Johannes 10 vers 3 zegt, de schapen horen zijn stem. En het volgende vers zegt, want zij kennen zijn stem. En het volgende vers zegt, zij kennen de stem van vreemden niet. De Vader heeft ons uitgekozen om de bruid van Christus te zijn. Is het niet opwindend om de stem van de bruidegom te horen? Hij kent ons.
En wij kennen hem. Dat is wat wij lezen in Johannes 10, vers 14. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En stel mijn leven voor. En stel mijn leven voor de schapen. Wauw, hij kent ons net zo goed als hij de Vader kent. En omdat hij ons kent en lief heeft, was hij niet alleen bereid om zijn leven te geven, maar hij gaf zijn leven voor de schapen. Voor welke schapen gaf Jezus zijn leven? Alleen voor zijn schapen, met alle anderen in de wereld ging hij voorbij. Hij ging voorbij de bokken, de wolven, de valse herders en alle anderen die God niet kennen. Dan lezen we in vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde. En één herder. Hier spreekt de Heer Jezus over zijn uitverkorenen wereldwijd. Hij spreekt over al zijn andere schapen in de wereld die niet aanwezig waren in de kring van de discipelen die op dat moment om hem heen waren. Hij legt zijn leven af voor alle kinderen van God die verstrooid waren. Johannes 11, vers 52. En heb je je opgemerkt dat Jezus niet zei, andere schapen zal ik hebben? Hij zei, andere schapen heb ik. Heb ik. Ze waren al van hem, omdat de Vader ze hem van alle eeuwigheid gegeven heeft. Jezus zei niet, als ze willen luisteren, maar hij zei, zij zullen mijn stem horen. En er zal één kudde zijn en één herder. Hij brengt ze binnen één voor één. Laten we terugkeren naar het evangelie volgens Lucas. Lucas hoofdstuk 15. De tollenaars en de zondaars werden aangetrokken om naar de Heer Jezus te luisteren. Maar de schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen hem, zeggende, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Wat een vreselijk iets doet deze Jezus van Nazareth. Kan hij geen beter gezelschap vinden om mee te eten? En toen vertelde Jezus deze gelijkenis aan de fariseeën. Wat mens onder u, zei hij, hebben de 100 schapen en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vinden. Als ik mag parafraseren, zegt Jezus, als één van jullie fariseeën in deze situatie zou zijn, en je zou een schaap verloren hebben, zou je dan niet achter dat verloren schaap aangaan totdat je het gevonden hebt? Hoeveel meer zou je dit moeten verwachten van de goede herder die zorgt voor de zielen van ieder van zijn volk? Hij brengt ze één voor één binnen. Geen van hen mag verloren blijven. Heb je opgemerkt dat de schapen dat de verloren schapen niet naar hem toe komen? De herder moet ze één voor één gaan zoeken en vinden. Alle moeite is gericht op het vinden van dat ene schaap. En dan het volgende en het volgende. Geen prijs is te hoog
Elke mogelijke belemmering wordt opzij gezet. Maar laten we nu eens naar het verslag kijken. Toen de Heer Jezus terugging naar de hemel en de trouwe discipelen zich verzamelden in de bovenzaal, hoeveel gelovigen waren er toen? Slechts 120. Dat is niet veel. Hoe kan de herder de miljoenen heiligen binnenhalen die in eerste instantie verloren schapen zijn? Wel nu, we moeten Gods methodologie begrijpen om zijn uitverkoren een redding te brengen. De Heer Jezus zei in Johannes 20, vers 21, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En God zei in 2 Korintiërs 5, vers 19 en 20, Hij heeft ons het woord van verzoening toevertrouwd. Nu dan, wij zijn gezanten van Christus. Wij zijn aangesteld om getuigen te zijn in deze wereld. Getuigen van zijn dood en opstanding aan zijn uitverkoren volk. Maar besef nu dat het Christus is die het zoeken en het redden van datgene wat verloren was doet. Wij zijn slechts instrumenten in zijn handen. Het is God die het allemaal doet. Is dat niet een grote opluchting voor ons? Wij zijn geen perfecte predikers zoals Jezus was. Wij struikelen over onze woorden en wij verpesten vaak de dingen. Maar God zei niet dat we een perfecte evangeliepresentatie moeten geven aan een dode persoon. Een dood persoon is dood, hij kan niet horen. Wij hoeven alleen maar een gewillig instrument in Gods hand te zijn. God doet alles. En daarom krijgen we niet wij de eer, maar we krijgen ook niet de schuld. Hij brengt ze één voor één binnen. Wat ook betekent dat wij niet op de schoot van onze ouders in de hemel komen. En hoe zit het dan met de 99? Geef de herder niet om de 99? Hij laat de 99 achter. Wat mens onder u hebben 100 schapen en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het vinde. Wie vertegenwoordigen de 99 schapen? Allereerst zijn het schapen. Ze behoren tot de uitverkorenen. Jezus zei in vers 7, dit zijn 99 rechtvaardigen. Wat betekent dat ze al in zijn schaapskooi zijn? Ze zijn al gered. Maar waarom laat Jezus ze in de woestijn achter? Dit verwijst naar de woestijn van deze wereld. We weten dat Jezus ons nooit zal verlaten, nog in de steek zal laten. Ik zal u niet begeven en niet verlaten in deze wereld. Hij zal nooit degene verlaten die hun vertrouwen in hem hebben gesteld. Waarom zei hij dan op deze manier? We vinden het antwoord wanneer we zoeken naar het grote type van de Heer Jezus in het Oude Testament, David, de zoon van Jesse, van Isaïe. In 1 Samuel 17 bevinden de broers van David zich in het leger van Saul en dan lezen we in Samuel 17. En Isaïe zeide tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit groot koren en 10 broden en breng ze terloops in het leger van uw broeder. Toen maakte David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder. En hij nam het op en ging erheen, gelijk als Isaïe hem geboden had. En hij kwam aan de Wagenburg. Als het Heer in de slagorde uittoog en men ten strijde riep. David liet de schapen niet alleen in de woestijn, maar hij liet de schapen achter bij een hoeder
De Heere Jezus laat de 99 schapen niet alleen in de woestijn, maar laat ze beschermd achter. Kijk alsjeblieft naar de brief van 1 Johannes 1, vers 8. Nu lezen we iets vreemds in Lucas 15, vers 7. 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Betekent dit dat we klaar zijn met het bekeren nadat we gered zijn? Nee, dat is absoluut niet waar. Toen David bijvoorbeeld in Psalm 32 schreef, was David al gered en toch herkende hij dat hij nog steeds zonden moest belijden. We lezen in Psalm 32 vers 5. Mijn zonden maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere en gij vergaaf de ongerechtigheid mijn zonden. Hetzelfde principe in het Nieuwe Testament wordt uitgedrukt in Johannes 1. In 1 Johannes 1 vers 8 tot en met 10. Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Onze zonden belijden impliceert dat we ons ook moeten bekeren van die zonden. Zonder bekering geen redding. Laten we terugkeren naar het evangelie van Lucas hoofdstuk 15. Daarom benadrukt de bekering, het woordje bekering in Lucas 15 vers 7, alleen een gemeenschappelijke karaktereigenschap onder degenen die gered zijn. De Heer Jezus zei, evenzo zal er blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering hebben, omdat zij al beleden en bekeerd hebben. En dus verheugt de heiland zich, verheugt u met mij. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders verblijd zijnde en thuisgekomen roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er altijd zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 die geen bekering van nodig hebben. Hier is de toepassing van deze gelijkenis. Wanneer iemand van ons gered is, plaatst Christus ons op zijn schouders, zodat we niet opnieuw verloren kunnen gaan. Waarom preek ik vandaag over deze gelijkenis van het verloren schaap? Vandaag vieren we de ceremonie van de waterdoop van Mercedes en haar twee jongens. Dit betekent niet dat alle drie plotseling zullen gered worden wanneer ik het water over haar en haar twee kinderen sprenkel. Maar van alles wat we kunnen waarnemen, heeft God haar al gered. De waterdoop is een uiterlijk teken van wat God hopelijk al van binnen heeft gedaan. Door deze handeling is het alsof God tegen haar zegt, je bent voor altijd van mij, in mijn hand hou ik je. In mijn armen vouw ik je, ik ben je verlosser, ik zal je niet vergeten, ik zal voor je zorgen. Gods genade en barmhartigheid worden ons vrijgegeven aan wie God het wil schenken.
Er is een stad in Californië die Merced heet. Weet je wat dit betekent? Merced betekent genade. De stad die Mercy heet, zou Merced heten in het Spaans. Maar een vrouw die Mercy heet, zou Mercedes heten. Haar ouders noemden haar Mercedes, omdat God wist dat hij genade over haar zou hebben. Haar kinderen zullen ook gedoopt worden, omdat ze nu in het evangeliehuis zijn. Net zoals de kinderen van het Oude Testament, die ze geloven, het bloedig teken van het verbond ontvingen, werden ze besneden. Zo ontvangen kinderen in het huishouden van het Nieuw Testament, die ze geloven, het niet bloedige teken van het verbond. Ze worden gedoopt. Nu nog één vraag. Denk nog eens aan de 99 schapen. Waarom zou er vreugde zijn over de 99 die in de woestijn achterblijven? Kunnen afdwalen terwijl de goede herder op zoek is naar het ene schaap dat verloren is gegaan? Dat zou toch niet veel zin hebben? Maar het antwoord op deze vraag wordt gegeven in het evangelie volgens Matthäus, waar we lezen: en indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. En zo zijn de 99 niet afgedwaald, omdat ze al gered zijn en onder de veilige hoede van de bewaarder staan. De Bijbel onthult niet wie die bewaarder zou kunnen zijn, maar we kunnen veronderstellen dat hij waarschijnlijk God de Heilige Geest is, omdat hij ook onze bewaarder is. Nog een vraag: waarom zou er in deze tijd vreugde moeten zijn? Ik kan een lijst vinden met 10 redenen waarom we in deze tijd geen vreugde zouden moeten hebben. En dat is: we zien werkevangeliën de meeste kerken binnensluipen. Echtscheiding en hertrouwen zijn in de meeste kerken acceptabel. Vrouwen als diaken en ouderlingen worden in de meeste kerken goedgekeurd. Homoseksualiteit is in de meeste kerken oké. In de meeste kerken is de zondag niet langer de dag des Heren, maar het is een dag geworden waarop mensen hun eigen genoegens nastreven. De meeste kerken hebben het concept van afvalligen aangenomen, die soms vleeselijke christenen worden genoemd. De meeste kerken hebben het spreken in tongen aangenomen, of zijn er zeer tolerant tegenover. Of dromen en visioenten van God te hebben. De meeste kerken preken niet meer over de hel, of over de dag des oordeels, of over de vrees voor God. De meeste kerken leren dat er een glorieuze 1000 jaar komen met Christus die regeert vanuit Jeruzalem en de Joden die de wereld zullen evangeliseren. Niet alleen zijn al deze 10 fouten vreselijke zonden, maar dit zijn zonden die aan God worden gepresenteerd als een christelijke kerk. En ze leiden mensen op een dwaalspoor die het beter zouden moeten weten als ze de Bijbel bestuderen, maar dat niet doen. En waarom zou er in deze tijd een tijdperk enige vreugde moeten zijn, als we zien dat kerk naar de knoppen gaat? De Heer Jezus beantwoordde deze vraag in de gelijkenis van het verloren schaap hier in Lucas 15. Toen er maar 1 zondaar gered werd, met andere woorden, toen er maar 1 verloren schaap gevonden werd, leg het op zijn schouders, verheugd. Daar hebben we het voorbeeld van. We zouden ons meer moeten verheugen als er maar 1 zondaar is die door Jezus gevonden wordt. Sla met mij nu op Psalm 126, vers 5. We kunnen niet anders doen dan ons met hem verheugen. Dit is een vreugde en een blijdschap die anders is dan de meeste mensen kennen.
Het is een vreugde die gepaard gaat met de ervaring wanneer iemand gered wordt. Iedereen van ons die getuige is geweest en die misschien heeft ervaren dat iemand door onze inspanningen gered werd, kan getuigen van het feit dat het buitengewone vreugde brengt. Het is een vreugde die groter is dan de wereld te bieden heeft. En dit is wat ons drijft om aan het werk te gaan, om het evangelie hier en daar te brengen. In elke heilige is er dat dringende verlangen om een getuige te zijn en deel uit te maken van een outreach poging om zielen over de hele wereld te redden. Kunt u zich bijvoorbeeld uw vreugde voorstellen als iemand gered wordt, voor wie u al jarenlang hebt gebeden? Het is onbeschrijfelijk. Geef daarom nooit op om te bidden voor die persoon die u op dit moment in gedachten hebt. 3 keer zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis dat hij zich verheugt als er maar 1 zondaar tot bekering komt. In vers 5, hij legt het op zijn schouders, zich verheugend. Vers 6, verheugt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. In vers 7, alzo zal er blijdschap zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Hij brengt ze 1 voor 1 binnen. Dit wordt ook uitgedrukt in Psalm 126, vers 5 en 6. Daar lezen we: die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Deze versen spreken niet over het fortuin van een boer op zijn veld. Ze spreken over het zaaien van het zaad van het woord van God. En ze verheugen en zich verheugen als God de groei geeft. En net zoals de oogst van de boer volledig afhankelijk is van wat God besluit hem te geven, zo is de geestelijke boer volledig afhankelijk van God om de groei te geven. Dus wanneer u zich bezighoudt met deze zaak, van zaaien van het zaad van het woord van God, wacht dan niet met juichen totdat u 10 of 30 zielen tot het leven ziet komen. Slechts 1 is genoeg. Wij zijn bezig met het beroven van Satans schatkist. En wanneer er slechts 1 ziel tot Jezus is gekomen, onthoud dan dat wat de Heer Jezus zei in Marcus 8, vers 36 en 37. Daar zegt hij: wat zou het dan de mens baten dat hij de gehele wereld won en zijn zielen schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Dat is de waarde van slechts 1 ziel. Het is van grotere waarde dan deze hele materiële wereld met al zijn koninkrijken, steden, huizen en auto's waard is. Wacht dus niet met juichen. Het rendement van onze investering is groter dan welke aandelen ook. Het is de meest winstgevende business waar we onze handen in kunnen steken. Als gevolg hiervan pleegt elke kerk die besluit om hun evangelisatieprogramma te schrappen zelfmoord. Maar er zijn nog andere redenen waarom we ons kunnen verheugen. Omdat ook wij niet verloren zullen gaan, lezen we in Lucas 15 vers 1. Toen kwamen alle tollenaars en zondaars tot hem om hem te horen. Als Jezus de tollenaars en hoeren kon liefhebben en zich verheugen in hun redding, dan is er ook hoop voor mij. In feite, hoe groot mijn zonde ook is, die zonde kan vergeven worden. Hoe kunnen we weten dat ook wij door Christus aan het kruis vergeven zijn? Kijk eerst naar de gelijkenis en zoek dan naar het bewijs in het leven van de schapen. We lezen in Lucas 5, vers 5, 15 vers 5.
En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, zich verheugend. Toen de Heer Jezus dit schaap op zijn schouders had gelegd, was dit schaap dat niet weg kon komen, totdat hij helemaal in zijn hemels thuis was gekomen. Dit was een schaap dat de Heer Jezus heel goed leerde kennen. Dit was een schaap dat een leven leidde, dat heel dicht bij de herder lag. Dit was een heel gelukkig schaap. Dit is de les die we uit deze gelijkenis kunnen leren. Hoe kunnen we weten dat ook wij door Christus aan het kruis vergeven zijn? Kijk nu naar je eigen leven en zoek het bewijs zoals je het bewijs zag in het leven van dit schaap. Vinden we onszelf in oprecht voortdurend verlangen om de wil van God te doen? Vinden we in onszelf een verlangen om de Heer Jezus te leren kennen door zijn woord? Vinden we in onszelf een verlangen om heel dicht bij Jezus te leven? Zijn we daar blij mee of willen we gaan losbreken? Stel deze vragen naar jezelf en wees eerlijk tegenover jezelf. En als we hebben ontdekt dat de Heer Jezus inderdaad heeft geleden en gestorven voor al onze zonden, omdat we dit verklaarbare verlangen hebben om heel dicht bij Hem te leven, dan is er grote vreugde in ons hart. Dan zal ons leven door Hem worden geleid. En daar zullen we blij om zijn. En we zullen zien op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft gedragen, de schande niet achtende, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Uit Hebreeën 12, vers 2. Ons hele leven zal naar boven gericht zijn. We leven niet meer voor enkele vluchtige genoegens van dit leven, maar onze focus ligt op het leven dat gaat komen. Dat is inderdaad een reden voor grote vreugde. In deze gelijkenis van het verloren schaap, om het samen te vatten, was de Heere Jezus op zoek naar een van zijn verloren schapen, mij. En hij zag mij van grote afstand. En hij zag mij voor de grondlegging van de wereld. En hij zag dat ik op de weg naar de hel liep. En hij haalde mij in en passeerde mij even. En ging naar waar ik naartoe ging, de hel. Daar betaalde hij voor mijn zonden. En op zijn weg terug pakte hij mij en legde mij op zijn schouders. En hij zal mij helemaal naar huis dragen, helemaal naar de hemel. Amen. Onze barmhartige God en hemelse Vader, we willen u danken, Vader, dat u ons deze gelijkenis van het verloren schaap hebt gegeven. Het is waar dat wij stom zijn als schapen. Wij zijn volledig afhankelijk van de voorzienigheid van onze goede herder, de Heer Jezus Christus. Dat is onze situatie. En die is goed. Zo hebt u het voor ons ontworpen. En daarom laten wij u voor deze afhankelijkheid van onze goede herder danken. Wij willen u danken, Vader, dat gij u ons in Christus hebt verborgen, toen hij voor onze zonden verzoende, dat u ons bij onze naam hebt geroepen en dat u ons één voor één in de kudde van Christus hebt gebracht. Wij verdienen zo'n grote verlossing niet, omdat wij net zo vuil zijn als de tollenaars en de zondaars die tot de Heer Jezus werden getrokken. Maar wij ontvangen het met blijdschap. Wij willen u danken, o Vader, dat u ons hebt aanvaard en geadopteerd als zonen van de Allerhoogste. Daarom willen wij u al onze dagen dienen. Wij willen die dingen doen die u welgevallig zijn. En wij weten dat het u welgevallig is wanneer wij getuigen
voor de Heere Jezus en voor alles wat de Bijbel zegt. Dat is wat wij willen doen. Daarom, Vader, bidden wij dat U ons trouw houdt in deze onderneming en ons trouw houdt in al onze wegen. Want wij weten dat wij alleen door Uw genade trouw kunnen blijven en trouw kunnen zijn. Wij bidden dit voor iedereen die hier is, oud en jong. Wij bidden het ook voor iedereen die deze woorden hoort. Wij bidden voor al deze dingen in Jezus' naam. Amen.